een verwoestende tornado in Argentinië. Storm zorgt voor wintersweer in Spanje. En Kashmir in India is afgesloten van de rest van het land door enorm veel sneeuw. Dit is de top 3 meest spraakmakend weer van deze week. Kashmir in India is momenteel afgesloten van de rest van het land door extreme continue sneeuwval. In Zuid-Kashmir is maar liefst 1,5 meter gevallen. Onder andere geblokkeerde wegen, stroomstoringen en instortingen zijn het gevolg. Ook op het vliegveld zijn ze enorm hard bezig met sneeuwruimen. De schade is niet te overzien. En dan gaan we meteen door naar nog meer sneeuwnieuws. Winterse omstandigheden in Spanje door storm Filomena. Het is dus niet de regen of de wind die het meeste opzien baart bij deze storm. Het meest is voor de bergbruggen voorbehouden. Daar kan het sneeuwpak oplopen tot 0,5 meter. Ook wordt het koud, lokaal ruim min 35 graden. De secretaris van Veiligheid van de gemeente noemde het een catastrofe. De tornado in Argentinië. Als gevolg van het passeren van deze tornado en een hevige storm werden daken weggeblazen, bomen ontworteld en tenten in een kuuroord in het centrum van Pinamar vernield. Ook de straten van Buenos Aires liepen vol met water als gevolg van het noodweer. En dat was alweer de top 3 van deze week. Volgende week zijn we er weer. Tot dan!